heel soepel. Alle kinderen weten op het plein waar ze zich verzamelen met hun eigen groep. En gaan dan met de leerkracht naar binnen. Ouders houden goed afstand. Die blijven van het plein af. Ik denk dat kinderen ontzettend flexibel zijn en die kunnen heel snel wennen aan allerlei situaties. Zolang we er zelf niet al te ingewikkeld over doen en een beetje vrolijk bij blijven, daar hebben de kinderen niet zo heel veel last van. Ik denk dat, dat ze vooral blij zijn dat ze weer samen naar school kunnen gaan. We wassen natuurlijk voortdurend onze handen en dan gaan er 30 kinderen met de zeep en de handdoekjes aan de slag. En dat doen we een aantal keer per dag. Dat is toch wel intensief eigenlijk. De kinderen spelen ook na elkaar buiten. En dan is het verder natuurlijk zo dat de kinderen onderling geen afstand hoeven te houden. Maar de leerkrachten eigenlijk zoveel mogelijk wel van de kinderen en van elkaar. En dat is ook best ingrijpend, kan ik je zeggen.